Dit is de algemene ruimte. Dat is de ruimte waar de mensen met elkaar kunnen eten. Waar de kinderen kunnen spelen. Waar ook een televisie komt te hangen. Vervolgens hebben we twee ruimtes met douches. Allemaal afgescheiden ruimtes zodat de mensen wel hun privé hebben. Het is nog niet helemaal klaar. Maar binnenkort moeten er hier zo'n 140 Oekraïnse vluchtelingen terecht kunnen. Het zijn keukens met vier keukenblokken. Dus ook vier koelkasten dadelijk. Vier kookplaten. Binnen een kleine drie maanden is het voormalig Campinapand pand in Woerden helemaal geschikt gemaakt om in te wonen. En ik moet ook zeggen dat is heel hard aangewerkt met heel veel collega's. En die collega's hielpen ook bij de realisatie van de twee andere opvanglocaties. Even verderop in Woerden en in Oudewater, waar in totaal voor zo'n 100 Oekraïners plek is. Maar dus niet voor mensen uit andere landen. Voor Oekraïners lijkt er heel snel van alles geregeld te kunnen worden. Terwijl voor die andere groep dat veel lastiger lijkt. Hoe komt dat? Als je kijkt naar asielzoekers en uh, statushouders. Er is een bestaande ingewikkelde regelgeving die gewoon veel meer vraagt. Dus als je van een gemeente een toezegging vraagt. Is dat heel veel gevolgen voor wat je allemaal ambtelijk zeg maar, moet organiseren. Um, dus dat kan inderdaad. Ik kan me voorstellen dat dat in de beeldvorming is. van, Hé, Krijg je die prioriteit? Dat niet. Maar vanuit die crisis is er inderdaad heel snel geanticipeerd. Naast Oekraïnse vluchtelingen wonen er in Woerden ook mensen met een verblijfsvergunning uit, bijvoorbeeld, Syrië of Afghanistan. in een zelfstandige woning. En de gemeente kijkt, met het oog op de huidige asielcrisis, wat er nog meer mogelijk is. Voor de regio Utrecht is nu de vraag om de verdubbeling van de capaciteit voor asielzoekers. Dus daar gaan we met de gemeentes in deze regio naar kijken. Ik kan niet nu al toezeggen of dat in Woerden zal zijn. Maar zijn er eventueel geschikte panden? Daar, niet, anders had ik dat kunnen benoemen, dus dat we, daar hebben we nu nog geen zicht op. We hebben dus twee verschillende type kamers. We hebben de kamers voor maximaal twee personen en we hebben kamers voor twee, drie personen. Voor Esther en haar collega's is het nog even doorbikkelen, zodat er hier binnen twee weken geleefd kan worden. 13 september komen de eerste mensen. Oké, okay. en dan is het grootfeest groot feest, denk ik, of niet? Uh, nou, dan zijn we wel trots dat we dit hebben neergezet met elkaar.